Van der Steur, hoe kijkt u naar de tijdenvloggers? Van de week weer het nieuws in Zaanstad, veel om te doen. Wat vindt u daarvan, hoe dat nou deze week is gegaan daar? Nou, ik heb er vorige week ook al van gezegd dat ik echt vind dat dat soort mensen dat soort dingen niet moeten doen. We moeten het, daar waar ze de normen overtreden die we hebben, moet er ook hard worden opgetreden. Dat doet de lokale driehoek ook in Zaanstad en op andere plekken in Nederland waar dit zou kunnen voorkomen. Tegelijkertijd moet het ook niet groter maken dan het is. Politie en het Openbaar Ministerie weten precies wat ze moeten doen om hier wat aan te passen. Nou, bewoners daar die maken zich er behoorlijk druk om. Het is een groot probleem daar in die buurt. Natuurlijk, en dat begrijp ik ook, want het zijn natuurlijk toch mensen die zich niet gedragen zoals wij vinden dat je zou moeten gedragen. Laat ik daar heel helder over zijn. Ik vind ook echt dat dit gedrag niet kan en dat men daarmee moet ophouden. Maar dat wordt ook gedeeld door de gemeente Zaanstad en de politie en het Openbaar Ministerie daar. Mensen die slachtoffer worden van treitenvloggers, wat moeten die doen? Wat roept u hen op? Nou, het is goed dat ze altijd melding daarvan maken. Voor zover er aangifte kan worden gedaan als het een strafbaar feit is, dan moet natuurlijk ook aangifte gedaan worden. Maar in ieder geval moeten ze het even bij de politie melden als ze daar last van hebben. En de politie weet hoe ze daar adequaat tegen moeten optreden.